Laura, waar staat het toch weer kleurrijk op? Ja, ik denk, we moeten wel even feestelijk afsluiten, hè, die laatste dag. Dat is gelukt, zeker. Van harte welkom bij het DTV Nieuws on Tour, waar we leuke uitjes bezoeken in onze regio. En vandaag zijn we in de gemeente Benhezen. Ja, de laatste dag helaas, maar wel een hele leuke dag. Want we gaan namelijk straks de hoogte in bij Aeroclub Nisterode. Spannend. Maar we blijven nog eventjes aan de grond, want we gaan eerst ijs maken bij Kleefshoeve in Eensbeek-Dinter. Maar eerst het nieuws uit uw regio. Een keer op de parade de autoscooter een keer de botsautobaan neergezet. Omdat we ook weer eens kijken, joh, hoe functioneert dat daar? Vrijdagmiddag waren exploitanten uit heel Europa druk in de weer om de bossenkermis klaar te maken voor de opening. Voor deze opbouwers was het een race tegen de klok om binnen een paar uur een hele attractie op te bouwen. Want om 3 uur moet het allemaal draaien. Ik snap er niks van dat het ook gaat gebeuren. Ja, dat doen ze best wel snel, hè? Ontzettend. Vertrouwt u de attracties dan wel? Wel, zeker. In tegenstelling tot wat sommige inwoners dachten, blijft de opstelling van de attracties dit jaar redelijk hetzelfde. Maar blindelings over de kermis, dat zal niet gaan. Nou ja, daar proberen we altijd wel een variatie in te houden inderdaad. Om ook het voor de bezoeker zo interessant mogelijk te houden. Dat ze niet met de ogen dicht over het terrein kunnen lopen en zeggen, nou dit staat daar. De Bos maakt leuke, mooie grote kermis midden in de stad. En dat heeft wel wat met terrasjes en kermis en een hoop gezelligheid. De Bosse kermis is echter niet de enige plek waar liefhebbers de komende week eendjes kunnen vangen. Den Bosch en Os hebben een vuistregel. En de vuistregel houdt in dat elk jaar op de tweede of de derde zondag in augustus die kermis gevierd wordt. Dus ja, dat is per traditie is dat zo. Ja, ik denk dat we er met elkaar naar moeten streven dat de boskermis hier in het stadscentrum van Den Bosch blijft. Het is een unieke plek, een unieke locatie. De gemeente de visie ervoor moet houden dat de kermis in de binnenstad wordt. Kermis is niet alleen voor ontspanning en plezier. Fanatiekelingen willen er natuurlijk met de grootste beer vandoor. Genoeg geheime tippen, maar je kunt het beter zelf uit gaan proberen. En het beste is eigenlijk, dat klein stukje zal ik verklappen, hoe sneller je speelt met de munten, hoe beter dat is. Een medewerker van de gevangenis in Vught is door de dienst justitiële inrichtingen ontslagen, omdat hij heeft gevochten met een gedetineerde. Dat gebeurde op 17 juli nadat de gedetineerde met andere gevangenen voor overlast zorgde in de gevangenis. De medewerker zou de gedetineerde om hem terecht te wijzen hebben vastgepakt, waarna een vechtpartij ontstond. Daarbij deelde de medewerker klappen uit waar de gedetineerde een bloedneus en een opgezwollen wang aan overhield. Hij hoefde hieraan niet in het ziekenhuis behandeld te worden. Nou, op weg naar de ijsboerderij in Eensbeek-Dinter. We zijn er bijna zelfs. Favoriete smaak? Citroen. Oeh, dat is ook de mijne, serieus. Dat vind ik echt heel lekker. En dan het liefst nog met een bolletje chocoladeijs erbij. Dat zullen ze toch wel hebben? Ik weet het niet, ik ben er nog nooit geweest. We gaan het zien. Ja, Rick, we zijn hier op de ijsboerderij. Hier gebeurt het echt, hè? Dat klopt inderdaad. We zijn hier in onze ijsruimte. Wij maken hier 2 à 3 dagen in de week ijs. Dat gebeurt door mijn ouders, Jan en Sjan Verkleef. Ze zijn druk bezig? Ja, ze zijn druk bezig. Dus veelal op bestellingen. En proberen we de allerlekkerste ijs van heel Nederland te maken. In 2010 zijn we begonnen met de ijsboerderij. Ik kwam van school af. En mijn moeder had altijd al een hobby om in de keuken wat ijs te maken voor ons. Okay. En omdat ik echt koeienman ben, ik zit liefst de hele dag tussen de koeien, dacht mijn moeder, dat wil ik wel eens wat uitgebreider gaan doen. En zodoende zijn we hier eigenlijk gestart met een officiële ijsboerderij. Dit is onze ontromer, een melkscheider. Hier scheiden we de dikke van de dunne. Dus hierboven gaat de warme melk in. Hij loopt door platen heen. En dan krijg je aan de ene kant krijg je de slagroom. Aan de andere kant de ondermelk, waar geen vet meer in zit. Dus dan heb je echt de vet van de melk, de slagroom zeg maar, en daar maken we weer roomijzer van.
En dan gaan we hier achter verder. Want mijn moeder staat, we hebben een receptenboek. Dus ze weet welke recepten ze moet maken. En dan heeft ze een weegschaal. Daar gaat dus de hoeveelheid room in, de smaak, vanille, hazelnoot, chocolade, bonte koe, stracciatella. Bonte koe inderdaad. Wat is dat? Ja, dat is stracciatella. Dan noemen wij dat, is eigenlijk vanillieroomijs met een stukje chocolade. Ah, oké. Okay. Maar omdat we echt op de boerderij zijn en wij allemaal bonte koeien hebben, noemen wij het bonte koe in plaats van stracciatella. Ja. En wat gebeurt hier dan, Rick? De juiste hoeveelheden zitten in de emmer. En nu gaat mijn moeder de mix roeren eigenlijk. Even mixen voordat hij de ijsmachine ingaat. Want welke smaak maken we nu? Vanille. Vanille, oké. Okay. Vanille, dat kun je zien met die zwarte spikkels. De zwarte spikkels, oh ja. En dan is het gewoon... Ja, dit is wel iets anders dan die handmixer thuis. Zo. En nu gaat de room erbij? Ja, nu gaat de room erbij, die mijn moeder vanmorgen heeft ontroomd. Nu hebben we de mix klaar en dan gaat hij in de ijsmachine. Dus mijn moeder gooit de mix boven in de ijsmachine en dan gaan we de mix eerst pasteuriseren. Dus verhitten, zodat de bacteriën dood zijn en dat, dat de kwaliteit super goed is. Ja, nu is het ijs onder in de ijsmachine. Okay. Hij gaat nu naar min 9 toe, of naar min 11, en dan komt hij uit de ijsmachine. Dus dan gaat hij in onze afvulmachine en daarna kunnen we hem afvullen in verschillende bekertjes. Oké, okay. Ga je gang zou ik zeggen. Hij is bijna klaar. Oh. Dankjewel. Smakelijk. Geniet ervan. En tot de volgende keer. Kijk eens. Oh, lekker Noah. Hier had jij zin in. Oh ja, ik zat er al helemaal klaar voor in het zonnetje. Dat dacht ik al. En nu is hij extra lekker. Ja. Omdat we weten hoe die gemaakt is. Yes. Maar ik hoop dat we het wel een beetje binnenhouden, want... Hierna gaan we naar de Aero Club in Nistelrode. Een zweefvliegtuig. Ja, ik weet nog niet of ik het ga doen goed. Eerst maar eens even genieten van het ijsje. Precies. We gaan dus zo meteen het zweefvliegtuigje in. Maar jij hebt wel echt hoogtevrees. Ja, dat heb ik echt. Maar dat heb ik meer als ik bijvoorbeeld bij dat klimmen. Dan sta je onstabiel. Precies. En nu zit je gewoon. Volgens mij heb ik er dan wel minder last van. Ja. Alleen, ik ben gewoon meer bang of dat ding wel blijft hangen in de lucht. En of we niet in één keer dadelijk neerstorten. En anders doen we de cameraman toch gewoon erin. Kan ook nog altijd. Ja Gerrit, we staan hier op de grond van Aero Club Nistelrode. Ja. Vertel eens even iets over de club in het kort. Hoeveel leden hebben jullie? De club, ja. We hebben 120 leden. Allemaal, de meeste komen uit de buurt van Bernhezen, Os, Eindhoven, Den Bosch. Het veld is eigendom van de gemeente Bernhezen. Wij partneren het veld. Gebouwen en toestellen zijn eigendom van ons. En dat gebeurt allemaal met eigen werkzaamheden, hebben we dat allemaal bij elkaar gescharreld. Ja, want er komt heel wat bij kijken. Het is niet alleen maar je komt hier naartoe en je gaat vliegen. Nee, dat klopt. Het is niet maar zomaar ik ga vliegen en ik ga weer naar huis. Klaar. Nee. Ja, het conceptief gedrag, dat houden we niet zo van. Dat betekent dat er zijn verschillende werkzaamheden te doen. Ook het vliegbedrijf zelf, we hebben iemand op de lier, we hebben een veldleider, zeg maar een vluchtleider, ja. Een dienstdoende instructeur, een iemand die de kabels rijdt, een tiploper. Dus je bent zowel man of 5-6 nodig. Voor één vlucht? Voor één vlucht, voor het vliegbedrijf, om het vliegbedrijf zeg maar, te kunnen in stand te houden. Wij mogen niet ieder moment van de dag vliegen. En dat heeft te maken met dat wij hier in de controlezone zitten van Volkel. Mm-hmm. Volkel, die oefenen door de week van 9 tot 5. Ja, dus dan mogen wij altijd in de avonduren. Wij uitzonderingen dagen laat, als we met een motorzweven weg willen en we vragen op tijd toestemming, dan mag dat wel. Okay. S'avonds na 5 uur is er geen probleem en in de weekenden ook niet. Ja. Als ik nou denk, goh, ik zou het zo leuk vinden om eens een keer mee te vliegen, kan dat ook? Bieden jullie dat ook aan? Dat kan, in beperkte mate. We zijn een hobbyclub, geen commercieel vliegbedrijf. Nee. Dus je mag een aantal kennismakingstarts
maken, heet dat dan. Dus in de weekenden nemen we 5 of 6 mensen mee. Ja. En 's avonds en af en toe groepen op vrijdagavond. En nu even een vraag eigenlijk uit eigen belang. Hoe veilig is het? Gaat er wel eens een keer iets mis? Als ik nee zou zeggen, zou ik liegen. Oké. Okay. Dus natuurlijk gaat er wel eens iets mis. Maar dan hebben we het over? Op dit veld is er eigenlijk best nog nooit een dodelijk ongeval gebeurd op dit veld. Er zijn wel eens incidenten geweest, heet het dan. Het zijn altijd persoonlijke fouten. Maar vandaag hebben we prachtig weer. We hebben een schitterende dag. Er kan niks misgaan, toch? Eigenlijk wat je nu ziet, om je heen kijkt, de schapenwolkjes, nou, dat zien we het liefste. Ik heb net dat opstijgen gezien. Ik vind het echt heel heftig. Ik vind het echt heel spannend. Ik heb serieus al mijn naam straf gebeten al. Dus ik stel voor dat jij als eerste gaat. Ik ga als eerst. En als je er een beetje normaal uitkomt. Dan ga jij ook. Dan ga ik kijken of ik ook nog ga. Helemaal goed. Allard, ik mag met jou mee? Ja, zeker. Een klein vliegtuigje? Ja, klein, maar wel fijn. Ik ga je even uitleggen hoe je moet instappen. Oké. Okay. Er zijn een paar kwetsbare onderdelen die je niet zomaar moet aanraken, zoals dit polyester is heel kwetsbaar. Oké. Okay. Hij zal een beetje naar voren kantelen op het moment dat je gaat instappen. Ik ben gewoon heen op jou. Oh. Oké. Okay. Ja, en dan kantelt weer terug. Zak! Nou gaan we heen. Doei! Gaat-ie! Door blijven vliegen, zouden we nog heel ver komen. Ja. Oké, en nu gaan we dus landen. Ja. Oké. Oh. Noah. Ik heb het gedaan. Hoe is het? Het was wel heel vet. Je moet het echt doen. Ja, het is echt heel vet. Niet overgeven, daar is echt geen tijd voor. Het is echt maar kort. Maar we moeten wel meelopen, want anders is het onveilig. Oh, we moeten met het vliegtuig mee. Ik heb mijn kotzakje mee, want je weet het maar niet. Nou, nu nog kijken of ik ingestapt. Geef deze even aan jou. Wat een souplesse. Ik vind het fijn dat jij eerst bent gegaan, Noah. Nee, komt goed. Ik heb er zin in. Doei, Laura! Doei! Wow! Zo, en ze is er weer. Laura. Ik ben er nog, Laura. Ja. Je bent nog niet van me af. Hoe was het? Oh, ik vond het echt zo vet. Dit had je niet willen missen. Nee, ik had me echt voor mijn kop geslagen als ik had gezegd ik durf het niet. En? Hij is leeg. Hij is leeg. Ik ben niet misselijk geworden. Mooie afsluiter. Het zit erop. Het zit erop. DTV Nieuws on Tour. Dit was hem voor dit seizoen. Volgend jaar weer? Voor mij wel. Voor jou? Ja. We gaan het zien. We gaan proost op leven. Kom. Ja, we pakken een drankje. En dan nog het weer. Regen en droge periodes wisselden elkaar af op vrijdag bij een middagtemperatuur rond de 22 graden. Zaterdagmorgen is er nog een kleine kans op een bui, maar op de meeste plaatsen blijft het droog en schijnt de zon. Het wordt dan 25 graden. Ook zondag en maandag is het droog en zonnig zomerweer bij een graad of 24.